Welkom! We kijken vandaag naar intercellulaire communicatie. En in dit filmpje wil ik drie type receptoren met je doornemen die van belang zijn voor deze communicatie. We kijken natuurlijk nog steeds naar intercellulaire communicatie met behulp van moleculen. En heb je dat filmpje gemist? Ja, klik even in een link hierboven. Dan kijk je eerst naar het filmpje over intercellulaire communicatie met behulp van moleculen. Oké, we hebben dus een communicatie. Ja, we hebben een ligand, wat een molecuul wat ergens op wordt gepikt. We hebben drie typen receptoren. Dat zijn allemaal transmembraanreceptoren. Ik heb hier de Engelse transmembraan geschreven. Ja, het zijn transmembraanreceptoren. Wat bedoel ik daarmee? Receptoren, ja, het zijn dus grote eiwitcomplexen die transmembraan, die door de hele celmembraan heen zitten. Dus zowel aan de bovenkant, aan de buitenkant eruit steken, als aan de binnenkant eruit steken. Ja, zo heb ik de allereerste, het eerste type getekend. Die wordt vaak afgekort GPCR, oftewel G-protein coupled receptor. Het is soms maar beter om dit soort dingen niet te vertalen, want nou ja, daar wordt het allemaal niet heel veel mooier van. Wat is nou een G-protein coupled receptor? Dat is een receptor, je ziet hem hier. Ja, je ziet hem hier zitten en hij heeft dat ligand heeft hij op zich genomen. Je ziet ook het enzym. Het enzym zit daar eigenlijk vlak in de buurt ook. Ja, soms transmembraan, soms zit hij alleen maar gehecht aan het membraan. Dus zit hij aan de binnenkant in de cel. Dus dan heb je wel dat die bovenste laag, in mijn tekening de bovenste laag, dat die wel aaneengesloten is. Maar hier heb ik een transmembraan getekend. Nou, de receptor, ja, die communiceert niet direct met dat enzym, maar via een G-proteïne. En wat is nou een G-proteïne of een G-proteïn? Dat is een proteïne die bindt met GTP. GTP lijkt heel erg op ATP en dat herken je vast en zeker. Ja? Want ATP was een hoog energetisch molecuul, dat is GTP ook. Dus dat G-proteïne, ja, dat G-proteïne bindt met GTP en kan daarmee dat enzym activeren. En dat doet hij alleen maar als hij daarvoor de opdracht krijgt van die receptor. Goed, GPCR, G-protein coupled receptor. Ja. Een volgende transmembraanreceptor, die ken je waarschijnlijk nog wel van de middelbare school. Ja, dat is gewoon een ionkanaal, maar dan een ionkanaal receptor. Ja, dat is een ionkanaal die dus alleen maar open gaat op het moment dat er een ligand receptorcomplex is ontstaan. Is dat ligand, ja, is dat ligand er weer uit? Ja, is er geen complex? Dus heb je alleen maar het receptor, dan is die dicht. Ja, dus op dit moment is die open, want er is een binding met dat ligand. Dus dat kanaal is open, dus de ionen die daar doorheen getransporteerd kunnen worden, die daar doorheen passen, die kunnen nu, ja, de cel in of de cel verlaten. Dat ligt natuurlijk aan welk ion het is. Maar is dat ligand er niet, ja, is die dus niet opgenomen door die receptor, dan zit die dicht en dan is er dus geen uitwisseling van ionen mogelijk. De laatste, ja, het derde type wat ik je wil laten zien van een transmembrane receptor, dat is de RTK, receptor tyrosine kinase. Wat is nou precies een kinase? Een kinase die zorgt, dat is een enzym, ja, eindigt op ase. Dat is een enzym wat zorgt voor fosforilatie. En daar komen we zo op wat dat dan precies betekent. Je ziet hier de inactieve vorm. En dan heb ik eigenlijk, daar ga ik even de stift bij pakken. Zo. Celmembraan vergeten. Dat zijn twee, identieke receptoren die dus transmembraan hierin zitten. Je ziet hier dat hier drie tyrosine moleculen aan zitten. Tyrosine is een aminozuur. Ik hoop dat je dat herkent. Ja, op het moment dat hier dan dus meer dingen vergeten. Op het moment dat hier dus een ligand inbindt. Ja, dan kruipen die naar elkaar toe. Ja, dan worden ze door 6 ATP's te binden gefosforileerd. Ja, en dat doet die kinase. Dat is het hele idee. Ja, dus die ATP die geeft een van zijn fosfaatgroepen af. Want je ziet hier dat ADP ontstaan. Dus de T staat voor tri, de D staat voor die. Dus die ene fosfaatgroep heeft hij afgegeven. Je ziet hier heel vaag, zie je 6 fosfaatgroepen aan iedere tyrosine. Daarmee is dit complex actief geworden.
Dat zorgt ervoor dat een inactief enzym ja, actief wordt. Of dit is vast weer een relay molecuul. Dat hebben we in een van de vorige filmpjes gezien. En dat relay molecuul dat kan weer zorgen voor een celrespons. Wat dan vaak weer transcriptie-translatie is. Ja? Dus zo hebben we drie typen gezien. Ja, en je ziet dat in heel veel cellen ja, dat er combinaties van dit soort dingen mogelijk zijn. Ja, maar het begint allemaal natuurlijk met het ontvangst van een signaal met een receptor die in deze drie gevallen allemaal transmembraan in die cel zitten. Ik hoop dat het wat helderder wordt op deze manier. Ja, misschien wil je een vraag stellen beneden of een comment. Heb je een suggestie voor een ander filmpje? Wie weet. Kijk een van de andere filmpjes die YouTube suggereert. Speciaal voor jou. Dat zegt het algoritme. Ja, en wie weet, ja, wil je subscriben? In ieder geval, heel veel succes. Heb ik eigenlijk, waar is mijn stift?